Welkom bij een nieuwe aflevering van Wieler TV. Na het recente ontslag van manager Peters bij Cervelo gaat het opnieuw beter met hem. Er zijn ondertussen 3 ploegen komen aankloppen voor een functie als ploegleider binnen hun team. Vandaag heeft Peters gekozen en meteen een contract getekend van 2 jaar bij het Italiaanse Lampre. Opvallend toch bij Lampre dat er een nieuwe ploegleider binnengehaald wordt nadat ze vorig jaar met Balan de wereldkampioenentrui veroverde, al was dat wel met de Italiaanse ploeg. Lampre deed het vorig jaar niet slecht, maar het kan veel beter. Cunego liet het afweten in de grote rondes, maar schitterde wel in de eendagskoersen, met als kers op de taart de Amstel Gold Race en voor de 3e keer de ronde van Lombardije. Peters heeft dus gekozen voor een leuk, gemotiveerd en ambitieus team dat zeker in de lijn van zichzelf ligt. Hieronder volgt nu de ploegvoorstelling van Lampre 2009. Kopman van deze Lampre-ploeg is nog steeds Damiano Cunego. De in Verona geboren Italiaan is stilaan van een ronderenner aan het overgaan naar een klassieker-specialist. Al blijft hij zelf geloven in het opnieuw winnen van een grote ronde. Zijn eerste en ook enige eindzege in de Giro dateert van 2004, waar Cunego zijn wonderjaar kende en 4 ritten in die Giro won. Naast de ronde van Italië won hij ook nog de ronde van Lombardije van dat jaar. Dit jaar richt Cunego zich opnieuw op de eerste helft van het jaar. Hij gaat via het klassieke drieluik naar de Giro, waar hij het zal opnemen tegen de opnieuw koersende Armstrong en Basso. Of de kleine prins naar de Tour gaat, is nog afwachten hoe hij de Giro verteert. Maar wel zeker is dat Cunego er alles gaat aan doen om de ronde van Lombardije op het einde van het seizoen voor de 4e keer te kunnen winnen. Tweede kopman binnen de Lampre-formatie is Alessandro Balan. De 29-jarige Italiaan is stilaan volledig aan het ontbolsteren en zit in de fleur van zijn leven. Dat bewees vorig jaar het wereldkampioenschap dat hij op zijn naam schreef en zo een heel jaar lang mag rondrijden in de regenboogtrui. Maar Balan kwam voor het eerst echt aan het venster piepen toen hij in 2006 de driedaagse De Panne won. Later op het seizoen won hij ook nog een rit in de Eneco Tour. Het volgende jaar 2007 was er weer een met enorme stijgende lijn in zijn prestaties. Hij won in het jaar 2007 niet alleen de Ronde van Vlaanderen, maar ook de Vattenfalls Cy Classics. Dit jaar zal hij het opnieuw moeten doen in de Kasseï Klassiekers en zal hij ook een belangrijke rol spelen in de kleinere klassementskoersen, zoals Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Wel zeker is dat hij op het WK alles zal doen om Damiano Cunego aan de regenboogtrui te helpen, want dit jaar is het parcours van het WK perfect op het lijf geschreven van de kleine prins. De derde kopman binnen Lampre is Marzio Brusseghin. Met zijn 34 lentes is hij de oudste renner binnen de ploeg, maar hij is nog lang niet versleten. Dat bewijst de Giro van vorig jaar, waar hij knap derde werd op minder dan 3 minuten van Alberto Contador. Hij won vorig jaar zelfs de 10e etappe in die ronde van Italië, de tijdrit in Urbino. Brusseghin is nooit echt een veelwinnaar geweest, maar de ploeg weet dat ze een trouwe soldaat aan hem hebben, die altijd klaar staat indien nodig. Brusseghin zal dit jaar in de Giro worden uitgespeeld als eerste luitenant van Cunego. Indien Cunego het laat afweten in de Giro, kan Brusseghin het kopmanstatuut altijd overnemen, zodat Cunego zijn pijlen op de Tour de France kan richten. Zo, dit waren de 3 kopmannen binnen de Lampre-ploeg. Hieronder kan je alle andere renners bekijken uit de ploeg van 2009. We hopen dat jullie er volgende keer opnieuw bij zijn. Tot dan!